Als het goed is, gaan wij nu met de boot naar Venetië. Foto nemen, maar daar is Milan nog niet. Wat, hè? Dit is wel echt heel mooi. Wat een groot plein. Ja, er komen alweer heel veel vogels. Oh mijn god. Zien jullie dat? Oh my god. Knol power. Marvin! Wow. Wow. Hallo dames en heren, wow. Super tof dat jullie kijken naar. You can really dance. Wow. I went, what? It went, what? You can really dance. It We've went. Both been dancing all night long. What a coincidence. Oké, okay, we hebben in ieder geval genoeg energie. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. En ik ben samen met Myron, ik ben met Jeremy en ik ben met Milan. En als Milan met 10 seconden niet naar buiten komt, dan gooi ik een waterballon in je bed. 10! 9! 8! Nou, zo tellen we 7, verder. 6! In de tussentijd ga ik even lekker hoog houden. 4! Oh, hij is er hoor, op 1! Wauw! Een waterballon! Dat wil ik niet. Oh. Lekker geslapen? Nou ja, ik heb wel een blok geslapen, maar ik kwam heel moeilijk inslapen. Oké. Okay. Ja, ik kwam echt heel moeilijk inslapen. Jullie niet? Jullie hebben lekker geslapen? Heerlijk geslapen. Nou, mooi. Zoals ze in het Italiaans, zoals ze in het Italiaans zeggen. Of zoals de oude Hawaiianen altijd zeiden. Aloha. Nee. Ik heb gisteren geleerd van de Chica. Ik heb van Kika. Ja. Oh. Ze heet Kika. Ja, die vrouw heet dus Kika, alleen dat schrijf je met C-H-I-C-C-A. Ja. Dus je zou eigenlijk denken Chica. Hey. Maar ze zei dat slapen betekent in het Italiaans faliesta. Ik heb geen idee of dit zo is. Ik heb geen idee. Ik kan me niet herinneren dat zoiets bestaat. Ik ook niet. Nee, dit is niet op de feiten gecontroleerd. Ik heb geen idee, jongen. Misschien heb je iets heel vreselijks gezegd. Hey! Goedemorgen! De buurman. Hey, buurman en buurvrouw. Lekker slapen? Ja, jullie ook? Ja, zeker. Heerlijk. Alleen Milan niet, dus we moeten een beetje lief zijn voor Milan. Hé, Milan? Niet zo lekker geslapen, jongen. Nee, ik heb niet zo lekker geslapen. Kom maar goed, jongen. Ik kom denk ik zo gisteren, Gert, met de oude mannendag. Ja, dat is de oude mannendag. Milan die ging gisteren met Gert oude mannendag vieren. En die gingen met z'n tweeën gingen ze lekker op pad. Gingen ze gebouwen bekijken en zo. Maar goed, laten we even kijken, dames en heren, of ik nog around the world kan. Daar gaat hij hoor. Oh, daar was hem. Ik had hem alleen niet helemaal onder controle. Komt hij nog een keer. 3, 2, 1. Ja hoor, dat was hem gewoon. En Milan neemt hem over. Nice. Oké, we gaan ontbijten. Ja, dat is moeilijk, hè? Dit zijn die Minecraft-vibes. Wacht, laat me even F drukken. Nice. Oh, hij deed ook dit. So, I would say just to leave, to drop it and she already booked you for tomorrow. So maybe it can be a good day for Venice or some other... Yeah, Venice Beach. California. Yes, let's go to California. Volgens mij hebben jullie het wel meegekregen, maar het komt erop neer dat de waterconditie, of althans de weersomstandigheden voor op het water met de boot, is niet de beste dag. Morgen wel. Dus wat we morgen zouden doen, gaan we vandaag doen. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk, want ik heb best wel... Op een of andere manier raar gelegen en geslapen. Want ik merk dat ik last heb van mijn nek. Dus dat is een beetje vaag. Maar we gaan vandaag dus iets anders doen. En dat vind ik ook heel erg leuk. Het is wel volgens mij iets van 2 uur als te rijden. Ja. Ja. Anderhalf uur. Oké, dat valt mee. Ja. Maar met jouw auto, 10 minuutjes. Dat is gewoon echt de meest gemaakte grap altijd met mijn auto. Oh, jij doet het vast in een half uur.
Nou, in ieder geval, we gaan gewoon lekker ontbijten. En dan zien we het wel. Weet je, laat het lekker op ons afkomen. Ik heb in ieder geval super veel zin in vandaag. Ik heb echt veel energie. Ik ga een lekker shotje espresso nemen. Gaan we lekker knallen. Jawel, ik ga espresso nemen. Espresso! Oké. Gaan we nog even door. Oké, dan gaat die mensen. Kijk, dit is serieus het kleine beetje koffie wat je dan erin hebt zitten. Dit is het kleine beetje espresso. Dit is een single shot, dus eentje. Je kan ook twee doen, dan is hij tot het topje gevuld. Maar dit is een single. Ja, ik heb een espresso. Oh! Yes! Lekker. Oh, heb jij die ook? Ik heb hem voor het eerst proberen. Oh, mama gaat een shotje proberen. Ben ik benieuwd hoe mama net zo heet. Ook zo een keer. Nou, ik ben zo dom. Oh, mama, noem je domme jongen. Ik snap dit niet. Waarom lach jij? Ik vind het niet leuk. Nee. Is het lekker? Ja, met een beetje zout wel. Ja, daar. Zou je dat dan in één keer achterhoofd? Ja. Mm. Ah, jeetje, die dat doet een nipje. Ja, maar dan? Je moet gewoon... een shotje. Ja, ik doe dat op mijn manier. Ja, maar dit is geen Italiaans, man. Lekker. Is het lekker? Ja. Gewoon sterk. Niks erin, sterke koffie, ja. Sterke koffie, niks erin. Ja. Normaal gesproken doe ik een beetje melk erin, hoor. Met gewoon een Nederlandse koffie. Mama houdt van sterke koffie en een sterke man. Met die mama is gelukt. Hé, scoor ik weer punten mee. Nou goed, lekker ontbeten. Ontbeten. Oh, lekker. Lekker ontbeten. Maar ik zei ontbijten, ging niet helemaal goed. Maar ja. Goed, helemaal top hè, dit. Ik ga nog een beetje. Hoe zit dat ook een beetje. Dit noemen ze op zijn Italiaans. Muscolatino. Dat is muesli. Heb je er ooit van gehoord? Nee, nooit. Dit heet muscatino, toch? Wat? Muesli. Muesli. In het Italiaans. Dat zou ik niet weten wat dat betekent. Nee, nee, dat weet ik wel. Muscatino. Ik heb dat ook liever dan dat van gehoord, maar goed. Muscatino. Vraag maar aan je baas. Weet ik. Niet met die label daarin. Ja, maar hoe ga ik dit doen dan? Gewoon gieten. Giethoorn. Hey, gieten hebben wij gewoond, hè? Oh, gieten. We hebben gewoond te gieten. Ja. Naast Henk met de duiven. Gaby wist niet wat rolde was. Nou, dat kan niet. Dat jij weet wist ook niet wat, Nederland, wist ook niet wat Borgen was. Nee, klopt. Rolde ben ik geboren, mensen. Dat is echt een heel klein dorpje. Als je een scheet laat, dan hoort de overbuurman het ook. Die woonde langs Wessel en Geertje met die duiven. Ja, in Gieten. Ja. Wessel en Geertje met die duiven, als jullie dit zien, hè? Nou, Wessel is overleden. Ja. Oh. Wordt lastig. En, maar Wessel was echt een hele aardige man. Hij en zei, Geertje dan? Geertjes denk ik nog wel. Moet ik hier langs gaan. Geertjes is nu professioneel turster op de Olympische Spelen. Echt niet, die is echt 70 of zo. Ja, daarom. Ja. Wessel en Geertje gingen wel de spelen. Die had zo'n hele grote doos met actionfiguren. Nou, ik ga dit lekker allemaal nog eten. Ik ga dit allemaal eten. Oh. Ik wou net zeggen, ik ga genieten van mijn moscatino. Ik ben best niet aan het stoppen. Moscatino. Wat? Dit is echt, hier kun je gewoon niet de hele dag bij zijn. Echt niet. De stoelen kraken gewoon heel erg hier. Dat ik dan wel blij ben dat hij het huis heeft. Ja, dat is gewoon de nagel. Ja, het weer, dat is wel heftig. Het is zo van de narommelen. Als ik de hele dag gewerkt heb van thuis, dan ben ik eigenlijk moe van Enzo in plaats van de Noorse. Het wordt er veel aardige dingen over. Ik ben wel heel aardig. Hij was gewoon een beetje anders. Maakt het echt niet beter. Er was een juf op school. Daar had op één keer had Milan. Het gaat helemaal los, hè? Milan had een juf. Juf Kirsten. En toen kreeg Enzo die kreeg juf Kirsten. En toen moest ik op 10 minuten gesprek. Dat ging nooit weer. En het eerste wat ze zei, zat ze zo. Oh, Irma. Maar het is Enzo een ander kind dan Milan. Want hij zat op de tafel, onder de tafel. Ja.
Zo, je moet je gebruiksaanwijzing kennen. Ja. Ik heb gewoon een beetje veel knolpouwen. Ja. Dat was heel grappig. Hij was heel braaf. Het is lekker. Mooi. I have a question. What is the name of muesli in Italy? Muesli. We are calling muesli. Muscletino, zie je? Muscletino. No. No. Hoor je dat? Gewoon een keertje goed, hè? Muscletino. Er liggen hier allemaal bessen of zo op de grond. Kan je natuurlijk heel mooi gooien. Oh. Milan! Oh! Oh, nee. Kijk zijn shirt. Weer een nieuw shirt. Milan die heeft echt al 3 nieuwe shirts aangehad omdat hij geknoeid heeft. Oh, dit had ik al gebloed. Door, yo. Het ging gewoon door die stoel fuck? Heen, hè. Hoe kan ja, ook op je rug zitten? En weet je wat het mooie is, dames en heren? Milan begon met gooien op mij, hè? Niet! Jawel! Daar is geen bewijs van. Ja. Nee! Dus ik heb hem gewoon teruggepakt. Hoppakee. Nee! Oh! Zo. Milan, pas nou uit! Kijk dan! Lekker, hè, dat insmeren. Oh, zo vervelend. Ja, dat... Milan en ik vinden dat sinds kleins af aan al echt verschrikkelijk. Vooral als mama dan ons gezicht ging doen. Oh. Had ze zo'n dikke witte klodder en zo... En dan zegt ze, dit is echt verschrikkelijk, maar goed. Ja, het is zo ontzettend belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Ja. Ik ga me ook nog even lekker insmeren. Is dat het voor je doen? Nee, dat doe ik zelf. Kan je dat zelf? Ja. Wow, hoe oud ben je nu? Helemaal niet. Maar vroeger was het makkelijk, want toen had ik nog geen haar op de been. Nu heb ik haar op de been, blijft alles ertussen hangen. Dan maak ik allemaal stippies. Ik heb mezelf ook ingesmeerd en ik heb meteen het overige zonnebrandcreme in mijn haar gesmeerd. En dat is best wel effectief als gel ook. Dus ik denk dat ik zo helemaal door de keuring kom en dat wij lekker op pad kunnen gaan. Gaan we lekker op reis? Op reis. Ja. We zijn op reis en we gaan op reis. Ja. Ga je mee, Enzo? En Enzo, ga je ook mee? Nee, ga niet mee. Ik ga even... Hé! Hey, ga je dan met je... Jeetje, met je... Nou, dat vindt hij wel lekker, denk ik. Nee, je hebt ook een snotje. Oké, we gaan er vandoor. En eventjes over dat haar gesproken. Het gaat jullie sowieso niet lukken, maar bij de 50.000 likes... ga ik de hele dag mijn haar zo rechtop zetten. Gewoon met gel en haarlak en zo. En dan ga ik de hele dag zo erbij lopen. Maar die 5000 likes gaan jullie niet redden. Wat is de code voor het hek? Ja, dat is wel goeie. Die hebben we echt nodig. 5 euro. Anders komen we niet weg. Hier moeten we dat invoeren namelijk, anders komen we er niet uit. Yes, hij is goed. Ik heb de code goed. De poort is open, daar gaan we. Grazie, grazie. Hey. Wat is het nou dan? Niet met een A. Het is gracias. 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 Grazie, grazie. We hebben denk ik 100 kilometer gereden, dus nog iets van 60 kilometer te gaan. Ik ga even een handschoentje pakken, tenminste ik denk dat dit een handschoentje is. Ja. Oh, ik pak er per ongeluk eentje te veel. Nou, dat is jammer. Die neem ik dan weer mee. Myron, ik heb hier een handschoen. Oh, zit jij weer aan de shippies? Ik heb hier een handschoentje, die heb ik per ongeluk een extra gepakt voor de volgende keer. Zo, hoppakee. Gaan we even de auto vol tanken. En het is wel heel erg tof om te rijden in Italië met deze auto. Want iedereen vindt de auto helemaal geweldig. Het is helemaal Italiaanse trots, de Lamborghini. Dus dat is wel heel tof. Wat ben je aan het doen? Want ik ben aan het filmen. Sorry. Por favor. Oh, ja. Jeremy's voet zat ertussen. Oh ja, het is trouwens... Wacht, we moeten even erachter komen. Want ik zei het blijkbaar verkeerd volgens mij. Oh, hey. Ah, Porfaurini. Wat is het nou, Jeremy of Jeremy? Benjamin. Oké, Benjamin. Benjamin. Oké. Okay. Ja, ik ga hem nu echt Benjamin noemen ook, hè. Nou, dat doet Kika ook al. Benjamin. Ah, buongiorno! Questo negozio. Buongiorno, Marino! Hey, buongiorno!
kan gewoon voor jou tanken, hè? Wat? Die man die heeft voor mij getankt. Echt? Ja. Hebben die het zelf getankt? Nee, toen heb ik hem 50 cent gegeven. Wauw, als fooi. Als fooi. Omdat hij voor je ging tanken? Ja. En hij ging ook mijn voorruit schoonmaken. Oh, dat mag je bij mij ook doen. Ja? Dan geef ik hem ook 50 cent. Nou, is goed. Zal ik wel zeggen tegen hem? Ja, doe maar. Ja. He win. Wah, wah, wah. He win. Wah, wah, wah. Kijk. Kijk dan wat het mooie is. Ja, Milan dat gaat gewoon vragen ook, hè. Oh. Hoppa, dit is super nice. Nice. Dit is echt service, maar dit zie je vaker in het buitenland, hè? Dat ze voor je gaan tanken en dat ze dus je voorruit schoonmaken. Heb je al cash? Ja, ik heb al cash. Hoeveel gaat erin, zegt Milan, want ik sta hier al een tijdje te tanken. Maar er kan best veel in. 70, 80 liter, 90 liter. Ja, volgens mij 90, want ik had de laatste 83,5 liter in gedaan. Maar nu nog geen 70 liter. Maar dit is race, hè? Dit is WR100. Wow, we gaan keihard straks. Wow. Gaan racen! Woe. Ik ben benieuwd of we nog staande gehouden gaan worden door de politie. Gewoon omdat ze even de auto willen checken. Zou leuk zijn, hè? Dat gebeurt er wel eens, hoorde ik. Ik heb altijd geld in zo'n in dat middenconsole. Oh ja, maar je moet nu ook het tank betalen, toch? Moet dat binnen? Ja, dat moet binnen met pasjes. Oh. Maar ik heb hier allemaal kleingeld. Dat ga je hem geven? Ja, dit is €1,50. Nou, helemaal top. Dat is meer dan Milan, hè? Die gaf 50 cent. Ja, maar dat verwachten ze ook van zo'n auto, denk ik. Zoveel muntjes. Ja. Wat zijn dat? Hij is niet heel schoon. Hij is niet 1,50 schoon. Oei, hoeveel is hij dan waard, denk je? Hij heeft wel jouw kant goed gedaan, dus je kan weer goed zien. Ik denk dan de helft. Nee, 75 cent. Ik geef hem dit, komt goed. Oké. Okay. Myron die gaat even betalen, want zij heeft het masker op. Ik mag hier niet verder. Ik heb mijn masker in de auto liggen. Ah, wacht, fuck it. Ik ga het wel halen. Ik ga het masker halen. Dat zit nog steeds niet in het systeem, dat masker. Dat is zo stom. We nemen gewoon een lekker ijsje, dames en heren. Kijk, met nootjes, almond. Ja, ik wil die ook wel. Ja? We nemen er twee. En ik wil deze. Wat wil jij drinken? Dat dit gewoon niet smelt hier zo, die chocola. Het is hier binnen ook niet zo warm. Nee, dat is waar. Ik wil wat pasta. Oh mijn god, je kan hier gewoon echt knijters veel pasta halen. Ja, tuurlijk. Lekker. En overal heb je olijfolie, hè? Gewoon overal. Ik vind dat wel altijd heel erg leuk hoor, om gewoon te zien hoe erg dat wel niet verschilt aan spullen in winkels in het buitenland. Dus het kan echt zo'n groot verschil zijn. Deze doen we er ook bij. Een XXL burger. En this one. Voor Jeremy. Ja, top. Of voor Benjamin. Benjamin. Voor Benjamin. We nemen dat mee voor Benjamin. Dit heb je hier ook heel veel. Chocopasta. Nutella. En dan van die stokjes. Oh, deze wil ik eigenlijk ook, Myron. Myron, ik wil deze ook graag eigenlijk. Oh. Ja. En this one, please. Heel please. Heel graag wil ik die. Die vind ik echt lekker. Benjamin! Ah, buongiorno, principe. Ah. Oh. Heerlijk. Dat is lekker, hè? Dat is een XXL hamburger. Kijk wat we hier ook hebben. Dat is met drinken erbij. Oeh, dit wordt een leuke roadtrip. Zijn jullie klaar om de roadtrip te vervolgen? Ja, 60 kilometer nog maar. We zijn al dik over de helft. Ja, dit is wel echt spannend hoor. Voor het eerst, dames en heren, ik heb er zoveel van gezien en gehoord naar Venetië. Hoe gaaf is dat? Met van die bootjes, met van die lange stokken. Ja, dat ze zo... gondels. En dan in die gondels gaan ze ook zingen. En dat zijn dan van die Italiaanse mannetjes en dan... La, 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 la. Daar heb ik echt zin in. Ik ga meedoen dan. Ja, la, la, la. Ik kan dat best goed volgens mij. Niet normaal. Je zat precies op de goede toonhoogte. Dat heb je soms ook wel. Dan denk ik echt van, ik zat precies goed. Ja, dat is gek, hè? Dat heb ik wel vaker. En dan gaan de mensen om je heen klagen en dan denk je van, maar waarom? Ja. Dat is echt goed, hoor. Dat is perfect. Ja. Mama. Manam buongiorno, massa mayo. Buongiorno. Waarom kijk je zo naar beneden? Dan wordt je stem zwaarder. Je doet één je borst, zo is het zo. Ja, maar dan wordt je stem zwaarder. Komt-ie.
Je moet wel in mijn concentratie laten, oké? Laat maar, ik kan het niet meer. Ik weet zeker dat mensen thuis het nu ook geprobeerd hebben. Doe jij zijn beste imitatie dan, Jeremy? Jeremy? Buongiorno, mamacita. Tomaat. Tomaat? Ze zijn gewoon tomaat. Tomaten plukken. Tomaat. Kom maar. Voorzitter, mortel. Kijk, dat is nou echt een handige Italiaanse auto, een Fiat 500. Het is gewoon lekker klein, compact, past overal tussen. En dan kom ik aanzetten met mijn tank. Oké, wat moet ik doen? Ik moet betalen. Introdurre il biglietto. Super. Oh godverdomme, ik moet eerst deze. Ik wou net zeggen. Introdurre il biglietto. Ja, zeker, komt goed. Introdurre la tessera. Ja, komt goed. Ik ga betalen hoor, komt goed. Ik ben niet illegaal. Oh, mijn ja, kaart is open. Ja, dankjewel. Oké, doeg. Ciao. Ciao. Comprendo. Hey, beter hè? Gewoon gefixt. Beter, hè? Moest met creditcard. De andere pas was niet geldig, maar deze wel. Hé, hey, we komen er wel. Zeg maar niet illegaal erheen gaan, hè? Wel betalen. 11,10 euro voor een stukje wegrijden. Ja. Ja, zo gaat dat in Italië. Dan moet je betalen om op de weg te rijden. En in Nederland natuurlijk ook, maar daar hebben we gewoon wegenbelasting. Klopt. Dan betaal je gewoon per maand of per jaar. En dan hoef je er geen zorgen om over te maken. Maar gewoon op elke weg rijden. En maar hier dit is wel slimmer, want nu betaal je echt alleen als je er overheen gaat. Dat is waar. Voor de mensen die in een dorpje wonen en nooit uit dat dorpje gaan, die hoeven ook nooit wegenbelasting te betalen. Nee, precies. Tenzij dus op bezoek gaan bij een oma. En het is precies 160 kilometer waar je dus elke keer 11,10 euro moet betalen. Dan moet je heen 11,10 euro en terug 11,10 euro. Ja. Dat is dan wel weer heel duur. Dus ja, je moet wel een beetje strategisch gaan wonen als je in Italië bent. Maar ik denk dat heel veel Italianen gewoon zo'n ding hebben dat ze door kunnen rijden. Ja, zo'n kastje. En dan betaal je net al, dan betaal je ook elke maand iets of elk jaar. Dat is ook goedkoper denk ik. Denk ik ook. Nou goed, we hebben het in ieder geval gered. Het is nog maar 11 kilometer en dan zijn we in Venetië. Het is wel leuk, hè? Het is wel lief, leuk, gaaf. Lief, hè? Lief, wel lief. Het is een lief stad, hoor. Gaaf, veel water. Het is niet aan het vasteland vast, een eilandje. Maar je hebt je visengels in de auto, hè? Hé. Maar volgens mij mag je er echt niet vissen, hoor. Nee, denk ik wel niet. Je komt een klap op je achterhoofd. Lelijk en nat, nee. Lelijk hoe laat, nog! Oh, hier heb je de trein. Oh, kijk. Die Italo. Wat? Dit is de Italo. Oh ja, ik zie het. Dat is de trein die je naar Venetië kan brengen. Sick. Ja. En wij gaan nu over de brug. En als we deze brug hebben gehad, dan zijn we dus op Venetië. Prachtig. Oh echt my god. Heel erg leuk. Dat is wel gaaf. Dat is echt fijn. Dat is lief. Echt fijn. Dat is echt lief. Wij spelen een spelletje. Iedereen kent dit spel. Je noemt een dier en de laatste letter van het woord moet weer een nieuw ander dier zijn. En ze is al 10 minuten over een dier aan nadenken met een D. En wij zeggen nu tegen hem, jeetje, doe niet zo dol. Oh, wat is het fijn hier. Yo, wat... Oh, dolfijn! Ja, dolfijn. Eindelijk! Jeetje. En je snapt het gewoon niet. We hebben echt net de hele tijd dol en fijn en alles. Dat is echt dolfijn. Oh. Ik begreep het gewoon echt niet. Maar hey. We zijn het al een tijdje aan het spelen en nu heb ik dolfijn gezegd. Nu moet jij iets met de N, maar ja. We hebben echt al heel veel met de N. Dat is echt stom. Dus, ja. Dus dat wordt wel lastig. En, We hebben naakslak gehad, we hebben nachtegaal gehad. Nelpaard, neushoorn. Het geluid nadoen. Nee. Het geluid nadoen. Ja, dat zegt Myron de hele tijd als iemand het niet weet. Zou ik een geluid doen van het dier? Zou ik een geluid maken? A few moments later. Wie is aan de beurt? Jij was. Oh, ik? Ja, jij was Air weer. Wat had jij als laatst? Lijster. Oh ja, een lijster. Jeetje, dierenspel, we zijn nog steeds mee bezig. Wat had jij ook weer met de N? Ik had een Newfoundlander. Oh ja, een Newfoundlander. Zo'n horse, zo'n paard. Of een hond. En nu moet ik iets met de R? Ja, jij moet weer wat met de R doen. Die air. Die komt blijft terugkomen. Het is echt bizar. We hebben al zoveel dieren gehad. We zijn ook echt al lang bezig. Rog. Oh, mijn god. Een rog. Echt met een G. Ja. Zo exciting, nieuwe letter. Wat zou je dan doen?
Dierenspel. Oh, ik heb mijn mama heb ik gepraat over de architectuur van Italië. Oh, en wij doen een dierenspel. Veel leuker. Maar vond ik een gans. Een salamander. Nee, dit is al geweest. We zijn al zo lang bezig, we hebben al heel veel gehad. Een santiloop. Een steen. Een slamingo. Nou, ik heb een euro, ik ga even plassen. Kijk, daar komt die mensen. Attention. Hoppakee. Hey, hoppa. Als het goed is, gaan wij nu met de boot naar Venetië. We hebben een kaartje. En ik denk dat dat moet goed komen. We volgen deze vrouw gewoon, die woont hier volgens mij. We volgen het karretje. Kijk, daar moet je scannen. Even kijken wat die vrouw doet. Oh, dit zijn ook toeristen, denk ik. Toch wel. Oh, het zijn geen locals. Is dit goed zo? Bliep! Ja, nice. Nou, daar zitten we. In de bus. We staan nog. In de watertaxi, hè, is dit. Wauw. Waar moet je naar zo'n local? Zo! Het is Lasso. Lassie, of hoe heet dat? Lasso. Lasso, maar... Met de cowboys in Indianen. Nou, hij ving dus gewoon dat ding, hè? Dat deed hij wel nice. Oké, dan gaat... Oh, we moeten nu overstappen. Oh, we gaan niet met deze boot, we gaan met dat ding. Dus dit is zeg maar een soort bushalte voor de watertaxi. En dat is de watertaxi zelf. Oh, kijk, daar heb je ook stoeltjes. Daar zitten die mensen gewoon. Oh, nice. Kijk, het heeft gewoon ramen. Ja, nou, daar gaan we. Op de boot. Zo, wat een rust, mensen. Er is gewoon geen wind, helemaal niks. Dan kan komen met de boot. Dit is wel echt heel bijzonder en een prachtig gebouw ook. En sowieso vind ik het echt bijzonder om te zien, en dat kan je hier ook mooi als voorbeeld nemen, dat dit en deze deur bijvoorbeeld, dat staat echt zo'n stukje gewoon net niet onder water. Dat is echt bizar om te zien. En de gebouwen sowieso hier zijn wel echt heel erg mooi. Alleen het is ook zo gaaf dat het zo oud is. En je ziet ook gewoon in heel veel gebouwen dat ze dan gewoon het niet meer onderhouden. En aan de ene kant heeft dat wel iets moois, zeg maar. Ja, ik weet niet. Het is wel heel... Ik vind dit serieus al heel gaaf om te zien. En dan heb je ook nog een heel bekend plein hier op Venetië. Hoe heet dat ook alweer? San Marco Plein. Mijn uitspraak is natuurlijk belabberd. Maar San Marco Plein. En als je hier woont, heb je sowieso een boot nodig. Maar anders kan je niks. Ik denk dat mensen boodschappen doen met de boot. Maar het is wel echt heel gaaf hoor, het is heel mooi. En het is gewoon bizar rustig. Dat is gewoon eigenlijk het mooie van ons bezoekje nu hier. Omdat gewoon heel veel mensen weten nog niet dat je nu weer mag reizen. Heel veel mensen zijn nog voorzichtig, dat begrijp ik ook wel. Maar als je gewoon bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt, dan mag je weer reizen. En dat is wel gewoon heel mooi dat het daarom nu zo rustig is. Wow, dikke golven alles. Holy moly, er kwam in één keer een ziek snelle ambulance met de boot voorbij. Wow. Dat was echt sick, die ging zo snel. Oh mijn god. What the fuck? Zo, die ging echt ziek snel, die ambulance. Ik dacht serieus dat ze ergens in de straten daartussen of zo. Dat was echt sick. Ook gratis met de boot. Oh mijn god. Dat was gewoon... Ja, dat bedoel ik dus. Ze doen niet alles met de boot. Zelfs de ambulances zijn met boot. Dat is gewoon bizar. Oh yo. Ik heb water
Ik weet niet waarom, maar ik vind serieus de onderkant van deze brug al gewoon mooi. Gewoon alleen dit al. Die mensen, ja, die beelden aan de brug zelf. Jammer dat... Ja, dit is ook mooi, ja. We gaan van de waterbus, of de watertaxi, hoe je het wil noemen. Daar gaan we nu vanaf. Zo. Milan, weet je waar ik dan heel benieuwd naar ben? Nou. Of je hier zo, tussen deze boten, of je daar ook mooie vissen kan vangen. Oh ja, dat zou kunnen denk ik. Een hele mooie Venetiaanse vis. Dat is wel het laatste wat ik aan zou denken als ik hier loop. Ah, leuk. Hey, je komt serieus van de boot en gewoon het eerste wat je kan kopen hier is gewoon pizza. Zo, dit is niet zomaar een pizza. Dit is gewoon echt een unit van een ding, jongen. Holy moly, dit is echt heel groot. Hey, maar dit is gezellig, mensen. Dit is leuk. En dan denk je van, hey Enzo, er zijn toch aardig wat mensen. Maar dit is gewoon echt rustig voor Venetië blijkbaar. Echt heel rustig. Ja, ik zit gewoon op zijn hoofd. Er zit daar bij dat standbeeld, gewoon op het hoofd van dat standbeeld, zit gewoon een duif te chillen. Kijk dan hoe die het naar zijn zin heeft. Hoe chill is dat? Ziet er echt geniaal uit. Ik vind het geniaal, gewoon die duiven, die zitten gewoon echt allemaal te chillen. Het is zo leuk om te zien. Dit is een kerk, man. Mag je niet filmen, hier? Mag je niet filmen, hier? Oh, inderdaad. Je mag vanaf hier mag je verder niet filmen. Dit is echt heel mooi, hè? Wow, dit is echt heel mooi. Ja, weet je nog, man, dat wij altijd met z'n tweeën naar kerken gingen? Dat is echt typisch iets van mij en mama. Dat we gewoon... En Milan heeft dat nu ook heel erg. Ja, klopt. Nu dat is wel pas. Grappig. De eerder had ik dat nooit. Nee. Want mama en ik... hebben we dat toen heel veel gedaan. Ja, altijd als mama en ik op vakantie gingen... Dan gingen mama en ik op zoek naar kerken. En dan gingen we gewoon bij kerken gingen we gewoon naar binnen. En dan gingen we kijken. En dan waren we gewoon constant gewoon... Wauw, dit is mooi. Wauw, dit is gaaf. Het is een beetje raar, want je mag niet in de kerk filmen. Maar je mag wel met je telefoon foto's maken en met je telefoon filmen. Maar niet zeg maar met een professionele camera zoals ik heb. Dus dat is een beetje raar. Dat snap ik niet helemaal. Maar goed, ik ben nu in een kamer hier. En hier zie je dus ongelooflijk veel ja, beelden van vroeger. Ik heb eigenlijk geen idee wat dit allemaal is. Oh my, wat? Wat is dit? Er ligt hier gewoon een skelet in. Zien jullie dat? Dit is gewoon een skelet. Wat? Het is echt indrukwekkend hoor, wat je hier allemaal ziet. Gewoon allemaal beelden en kijk ook hoe mooi deze boeken zijn. Ik vind het echt super gaaf om te zien. Ik blijf me altijd heel erg verbazen over hoe zo'n kerk gebouwd is. Dat vind ik zo ongelooflijk vreemd en bizar dat ze zulke mega kerken hebben kunnen bouwen. En gewoon ook hoe mooi. Kijk, je ziet hier een paar banken en allemaal beeldjes. En gewoon dit soort schilderijen. En het is gewoon kunst. Het is echt heel indrukwekkend. En dit soort megalijsten die je hier aan de muur ziet... En als je ook kijkt hoe groot, hoe hoog deze koepels zijn hier. Dat is echt onwerkelijk. Het is weliswaar heel knap. Echt heel knap. Dit wat je hierboven ziet is ook echt een mega orgel hier. Ik ben wel benieuwd hoe het klinkt als dat aanstaat. En als je dan hier... de kerk uitloopt, dan heb je opeens winkels. Hoe gek is dat? Gewoon in één keer ben je weer buiten in de winkelstraat. Heel bijzonder. Oké, dat was het stukje kerk. Je merkte aan mij volgens mij dat ik wel redelijk wat rustiger werd ook. Een beetje een soort van zen-mode. Oké, doei, veel plezier. Oké, mama en Gert die willen heel graag met zo'n gondel. Dus dat is zo'n klein bootje met zo'n man met zo'n lange stok die dan in zo'n water zo dat gaat duwen. En dan ga je zo door alle stukjes water en huisjes en zo. Maar wat wij gaan doen, is wij gaan met z'n vieren dat niet doen. Wij gaan gewoon lekker slenteren
En Jeremy en ik zijn echt super goed om gewoon afgeleid te raken en gewoon overal naar binnen te gaan. Dus waarschijnlijk gaan we aardig vaak gewoon eventjes een beetje koekeloeren. En ja, dan zien we wel waar we terechtkomen. En er schijnen nog grotere kerken te zijn. We gaan waarschijnlijk wel even wat eten ook. Bij San Marco, dat grote plein. Maar nogmaals, we zien het wel. We gaan gewoon lekker slenteren. Gewoon lekker koekeloeren. Kijk, dit is zo'n meneer dus die hier staat. En dan kan je de gondel nemen. En dan kan je gewoon naar hem toe gaan. En dan kan je zeggen, ja, ik wil met zo'n bootje. En dan heb je hier zo'n bootje. Een kano. Eigenlijk een verlengde kano is het met een punt. En, oh, gondola. Ah. Oh, hij vertelt even het verschil. Hij zegt, dit is een boot. En dit is een gondel. Ik moet het een gondel noemen volgens hem. Ja, dat is misschien toch wel iets waar Italianen trots op zijn, zo'n gondel. Dus dat mag ik niet beledigen met een benaming boot, blijkbaar. Hij was meteen op zijn steentje getrapt. Maar kijk, dit bedoel ik. Hier heb je gewoon een luik. Dat is gewoon zo dicht bij het water. En daar zit de vloer van Het hotel of zo. Ja. Dat is gewoon een vloer wat je daar ziet. Je ziet daar mensen gewoon staan. Ja, jullie zien dat niet. Maar dit is echt bizar. Jullie zien die mensen niet staan, geloof ik. Ja, als je zegt, ja, doe even een raampje open. Dat is dit hier. Ja, het is echt wel heel erg bijzonder dit. Het is wel leuk, want ik wilde hier altijd al een keertje heen. En ik had niet verwacht dat dat nu zou zijn in deze periode, in deze tijd. Perfecte moment. Echt serieus. Ja, ga je naar binnen? Ja, hier heb je schilderijen en dingen. Oké, okay, leuk. Testolini. Kijk hoe dichtbij je bij die duif kan komen. Dat is echt... Dat is ook gaaf, hè? Echt zo cool. Dat is echt alleen Venetië weer. Top. Als je nog een keer dicht bij een duif wil komen, dan moet echt hierheen. Even meten. Nice. Ik ben even opgemeten qua temperatuur. Dat doen ze hier bij sommige winkels. Kijk wat voor winkel dit is. Hier ga ik even naar binnen. Wow, kijk deze winkel. Buongiorno. Jeremy, ja? Moet je eens kijken. Yes, dit is echt een ziek winkeltje. Volgens mij maakt hij deze maskers zelf. Dat denk ik ook. Dat ziet er wel zo uit. Super gaaf. Deze masker heeft cd's op zijn hoofd. Ja, die potloden. Ja, inderdaad. Heel bijzonder dit. Kijk, daar komt weer een gondel. Waar we nu naartoe gaan lopen, dames en heren, is het San Marco plein. En dit schijnt echt fantastisch te zijn. En dat is het ook. Ongelooflijk. Dit is wel echt heel mooi. Wat een groot plein. En dat gebouw daar. Wow. Er zit zo'n gouden ding, helemaal op de top. Stel, je moet dat schoonmaken. Zo, ja, dat je dat moet poetsen. Ja. Wow. Ja, voor mensen die naar Venetië zijn geweest, in het hoogseizoen, die weten dat dit gewoon bizar rustig is. Dat dit echt heel rustig is. Lekker, hè? Ik doe dat ook even, wat olijfolie. En dan op het broodje. Dat is echt nice. En blijkbaar een klein beetje zout. Zo.
En dan nu een lekker happy. Ja, dat is echt lekker. Wat ik nu ga doen is, ik ga een stukje brood pakken. En dan ga ik kijken of die duiven, aangezien ze zo dichtbij komen, of ze het uit mijn hand gaan eten. Oh verrek, hij pakt het gewoon uit mijn hand. Ja, tuurlijk schrok ik. Hij pikt het gewoon uit mijn hand. Dat is heel normaal, want de duiven zijn als je met eten zo gaat staan met het plein zo breed, dan komen ze allemaal naar eten. Oh, dat ga ik straks doen. Nee, dat zei ik niet. Blijkbaar zei ik dat. Zei Myron dat niet? Je moet gewoon eten op je brood of meer rond. Zei jij dat? Moet je brood op je hand doen en dan gewoon zo gaan staan. Dan komen ze allemaal eten. Oh, dat lijkt me echt vet. Ik ga nog een keer een duif uit mijn hand laten eten. Ik vind het echt leuk. Duifie, duifie. Je ziet nu nog geen één duif, maar kijk hier. Er zit al eentje te jagen. Hier, doe maar. Pik. Hier. Ah, nee, nee. Een nieuw stukje brood pakken. Dan ga ik het weer doen. Kijk, hier. Ik heb hier overheerlijke caprese. En Jeremy heeft wat ik gisteravond had voor avondeten. Wat was dat? Hoe heet dat? Hoe heet dat? Hondenvoer. Oh, nee. Hutspot, toch? Wat is dat ook alweer? Nee, carbonara. Ja, spaghetti carbonara. Je hebt een lekkere salade. Cesar salade. En we zitten serieus op de hoek van het San Marco plein. Kijk, daar is het San Marco plein. Dus het is echt super mooi. Echt een perfecte plek. Hallo kijkers van Enzo. Wij staan hier nu met z'n drieën. Ja, dat zijn met z'n drieën. Niet vijf, kijk, daar staan ook twee. Daar staan ook twee, die horen bij ons. En wij gaan op het moment dat wij de berekening betalen, zegt Enzo ineens, oh, ik moet poepen. Hij heeft de hele tijd de tijd gehad. En zoals je dit ziet, terug in je vlog. Ja. Waarom doe je dat niet meteen? Waarom moet je op jou laten wachten? Wij moeten altijd weer wachten. Net ook was je in een kerk, prachtige kerk. Wij zijn allemaal weer buiten, jij bent weer binnen. Ben je gewoon weer verdwenen. Ja. Enzo, stop daar eens mee. Ik ga je onterven, ik wil niet meer je broer zijn. Ik vind het heel vervelend worden. Dankjewel. Einde bericht. Waarom zou die er Het is natuurlijk een grapje, hè, jongens, dames en heren. Waarom zou die er afgehaald zijn? Nee hoor, Mulan meent het wel. Nee, is een grap. 1 hour later. Je denkt, we hebben alle tijd. Wat? Daar is hij hoor, eindelijk. Yo. Jezus, dat duurt ook weer lang ook, Enzo. Hé, hey, gaan we hier iets kopen? Hé, doe nog niet alsof er niks is gebeurd. Wat heb je nou weer, waarom, wat is, hoe, wat? Ik ging gewoon plassen. Nee, je ging niet plassen. Plassen. Nee, jij ging niet plassen. Jawel. Als jij vanaf het moment dat jij naar de wc ging, hing hier een vreemd geurtje. Ja, dat klopt. Dit wil ik niet meer, Enzo. Nee, dat is goed. Hoor je me? Als jij gaat plassen, ja, dan doe je dat wanneer wij ook nog zitten. Ja. Niet wanneer wij weglopen. Klopt. Maar dat doe ik altijd. Als iedereen zegt, zullen we gaan? Dan zeg je, moet nog even plassen. Ja, zie je dan. Dan zeg iedereen, Enzo. Hey, doe normaal. Hey, zien jullie dit? We gaan doorlopen. Hey, dit is mishandeling, maar dit mag. Nee. Want je was te laat. Ja, jawel. We gaan doorlopen. Kom maar goed zo. Huppa, pak hem aan. Dit kan echt niet dit, hè? Wat is er? Oh, Shiba's. Wow. Shiba. Wat mooi. Een mannetje en een vrouwtje. Dat is echt hele mooie. Best nog wel groot, hè? Dus groot? Nog groter dan Milo. Malino. Milan, dat ben ik. Hey, toerist, wat doe jij hier? Milan? Milan Knol! Dat ben ik! Op het San Marcoplein! Nou! In Venetië! Dat is toch niet te geloven? Wat doe jij nou hier? Nou ja. Kijk nou! Dit heb ik gebouwd! In de jaren 80. In de jaren 1500. Ja, als je dit zo ziet, is dat bizar. Ja, dat is bizar. Ik vind dat foto en film waardig, dus ik ben dat allemaal aan het vastleggen. Ik zie het. Ik weet alleen niet hoe, het is zo groot. Ik probeer mijn telefoon aan. Panorama. Panorama. Dan moeten we even verder opstaan daar zo. Maar het is wel vet hoor. Ik probeer ook altijd een mix te vinden. Want heel veel mensen zeggen, ben je nou altijd alles dan aan het filmen? Ja, ik probeer wel altijd zoveel mogelijk te filmen. Maar in de afgelopen 7 jaar dat ik aan het vloggen ben, heb ik wel gemerkt dat ik probeer een beetje een balans te hebben. Met dat ik niet te veel film, maar dat ik nog wel genoeg laat zien. En dat ik ook zelf een beetje kan genieten, zeg maar. Want op het begin toen ik aan het vloggen was, dan dacht ik alleen maar aan beelden, beelden, beelden. Maar nu zie ik dit en dan heb ik zoiets van, ja, ik moet het ook gewoon even beseffen. Even tot in me opnemen, weet je wel. En soms even de camera weg doen. Ja, in je opnemen. Dan ga je het alsnog opnemen. Ja. Ja, dat is niet de bedoeling. Ja, jongen. Je leert ook niet van je fouten. Ik ben altijd aan het opnemen eigenlijk. Ja.
Ja, het gaat altijd door. Ja, nou, heel goed, jongen. Ja, maar dit is echt mooi. Ik vind helemaal mooi. Mooi, dit is helemaal mooi. Helemaal mooi. Dames en heren. Yes. Ik ga jou trakteren omdat je mijn lieve broer bent. Wat fijn. Op iets fantastisch. Nou, waar staat de Tesla? Waar is de sleutel? Model S of Model X? X. Je gaat heel snel. Nee, laten we beginnen met iets anders. Okay. Een t-shirt. Oh nee, geen t-shirt. Kijk, je hebt hier t-shirtjes. En iets spreekt mij heel erg aan. Als je dit zo ziet, aan welk t-shirt moet je dan denken van... Hey, die zal Enzo waarschijnlijk kopen. Ja, juist. Die meneer weet het. Deb. 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 De Deb. Ja, ik denk dat we daarvoor gaan, hè. En dan de witte. Dit is zo vreselijk. Die kan je echt niet hebben. Die kan je echt niet white. Dragen. Black. De white. For you. For us. Yeah, size half. Size half. Size half. Half. Dan is een rapper. Size S. C. Perfect. Ja, you big L. Is for you, sir. Big ik, size. Ik ben super. Oh, big size. Ik ben wat dikker. Super. Super? Deze twee zijn super. Super. Deze twee zijn super, zegt hij. Dat is vreselijk. Oké, okay, boy. Oké, okay. One. For you, super, yes. This is how much? Ja. Cinque? Cinque? Wat is dat? 10 euro? Cinque is volgens mij 5. Give me, boy. How much? It's 13. 13? No. You said 5 euro. €5 visa, no. No sizes. Oh. This is all 14. I give you 2 for 25, then, no problem. 2 for 20? 2 for 20? 2 white t-shirts for 25, 20. 25, give it, sir. Oké, okay, give me 24. 20? Nou, 20. Nou, 20. Oh, no, 20. Ja, sommigen gun je het, maar deze niet, hè? Nee. Maar weet je wat het is? Kijk. We hebben nu twee shirtjes, die waren 26. En we hebben ze voor 20. Ja. Waarom? Omdat ik zei, ja, nou, daar verderop heb je ook nog één. Ja. Dan lopen we daar wel heen, dan ga ik daar wel heen, dan zeg ik ook 20. Ik bedoel, ja. Ze zijn er overal, dus ze kunnen altijd lager prijs, altijd. Ja. Ik denk zelfs dat het nog wel goedkoper kon. Ja, ik weet zeker dat het nog wel goedkoper kon. Alleen, dit was ook een dingetje dat, kijk... We waren laatst op een markt en toen zei ik van ik voel me echt heel erg lullig om af te dingen. Ja. Omdat het al redelijk goedkoop is en je ziet dat ze het moeilijk hebben. Ja. Deze mensen hier, het ene kraampje is een shirt €5, de ander 15 en de ander 10. Dus dan heb ik ook zoiets van ja, dan heb je ook gewoon het recht om af te dingen. Dus Milan die zei heel slim van ja luister, je kan ook naar je collega of je geen collega verderop en die geeft het voor 20. Ja, maar die stond ook voor 20. Ja? Ja, letterlijk. Ja. Oh, dus we hebben gewoon nu twee shirtjes. Goed, voor 10 euro per stuk. Wat wil je aandoen? We gaan hem aandoen. We gaan aandoen. Party boys. Zo. So. Hey, fit like a cloak. Oh, kijk dan. Dus hier is echt 20 euro waard. Ja, dit is echt top. Gewoon de halve t-shirt komt eruit. Nou, mijn camera staat op een prullenbak statief, dus het is meteen weggooien. We proberen een nieuwe trend te krijgen. Dat is, we noemen het bad. Omgekeerd. Dus omgedraaide dab. Maar wat vinden jullie van deze trend? Ik denk dat dit wel een trend kan worden trouwens. Ja, ik denk dat dit wel voor 2021, wij lopen wel voor. Ja. Welke kant doet dit op? Die kant zijn toch? Sick. Swagger. Dat woord is ook nieuw volgens mij. Swagger! Ja, wat vet bedacht! De Swagger Dab! Swagger Dab. Oh, wat cool, wat zijn we hip! Gaan, kom. We zijn op dit moment aan het zoeken naar een super mooie magneet voor op mijn koelkast. Kijk, dit vind ik ook wel grappig trouwens. Hè? Dit is een soort van Pinocchio, zie je dat? Ja. Deze heeft heel veel gelogen, dit mannetje. Ik vind deze pet oprecht nog best wel mooi. Kijk die is dan. Inderdaad vet. En dan heb je ook gewoon goede achterkant, wat jij ook altijd hebt dit. Ja, dit lijkt heel erg. Ja, ik vind dit heel chill aan een achterkant. Zo'n gesp, zeg maar. Maar ik vind van die knopjes die je kan indrukken, vind ik ook super chill. Ja, ik vind dit chiller. Ik vind deze kleur echt mooi. Ja, dat is per persoon is dat verschillend, maar deze mooi. Ja. Maar kijk wat ik op mijn hoofd heb. Ja,
hetzelfde. Wauw. Maar deze is lichtgrijs. Wauw. What a coincidence. Oké, maar we gaan dus even hier een mooie magnet. Welke gaan we doen? Ik vind eigenlijk zo'n ronde wel leuk, want je hebt alleen maar vierkanten. Klopt. Deze is best wel leuk. Ja, vind je die leuk? Ja, dat is, daar verschillen we in. Hè? Jij vindt die mooi, ik vind die heel mooi. Omdat die heel veel kleuren heeft. Ja, die vind ik Zullen ook we die mooi. Kleuren doen? Ja. Can we have this one? Ja, hij pakt dat wel even. Kijk, ik wil niet. Ja, ik wil niet zomaar aan zijn magneten zitten. Hey, dit is. Oh, is dit de sleutel naar jouw hart? Nee, jij hebt de sleutel naar mijn hart. Dit is de sleutel naar je. Hoe duur is dit? 1 euro, 4 voor 10, all mixed. Ah, oké. Okay. Ja, hij zegt 4 voor 10 euro. Dat staat hier ook heel groot trouwens. Maar dat wil ik even doen. Dan wil ik ook cadeautjes meenemen voor andere mensen. Ja? Ja. Wat heb je? Je hebt geen idee wat erin zit, want hij heeft het al ingepakt. Ja, klopt. Wat heeft hij gedaan? Ik heb ook iets voor jou gekocht. Of leuk. Niet kijken dan, want dan kan je het misschien al raden. Jezus, wil je eens van me afblijven, kind? Ja, jij zit wel veel aan mijn broer. Wil je dat niet doen? Dat vind ik echt... Oh ja, dit is fijn. Oh, zo jij fijn. Jij zit wel veel aan mijn broer. Wil je dat niet doen? Zo gaat dat de hele dag door. Nu lijken jullie wel een beetje op elkaar met hetzelfde shirt. Mucho gracias. Nee. Gracias. Nee. Hoezo nee? Ik word alleen maar verbeterd hier. Ik vind het vervelend. Ja, maar het is dan of het is... Molto bueno of zo, molto bene. Of molto bene. Grazie. Of... Ah, sì. Molto. Spanish. Mucho gracias. Ah, dat is toch hetzelfde Italiaans? En... Nee. Italiaan en grazie. 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 Mucho grazie. Nee, niet mucho. Oh, molto. Mucho. Oh, molto. Molto. Si? Molto grazie. Nee, molto. Molto, molto is dat je dood bent. Last. Oh, dead. Oh, no. Not that. Molto. Oh, morto. Molto. Molto. Stop. Waarom is hij zo? Oh, sorry. Molto grazie. Mag ik een heel stuk. Ja. Molto grazie. Nice. Molto grazie. Of ga je nu meteen het cadeautje aan Milan geven of straks? Ja, ik ga hem meteen geven. Nog één ding als ik kan zeggen. Nee, straks. Dus grazie mille. Grazie mille. Ja, dat is 1000 maal dank. Ah, grazie mille. Top. Oké, kom mensen. Ja, we gaan nog vandoor. Ik zei net nog, ik wil met hem op vakantie met z'n tweeën. Nou, echt niet. Misschien naar Zeeland of zo. Ja. Dat land. Houden we nog geen dag vol? Nee. Hey, mam. Hoe was het met de gondel? Ja, super. Ja, was het leuk? Ja, superleuk. We hebben hier een hele aardige man natuurlijk. Hè. Italianen echt? Zijn zo aardig. Ah. Pietro. En die heeft heel veel uitgelegd. Heeft hij ook gezongen? Hij heeft niet gezongen. Oh, maar dat hij had heeft ik wel iets gedaan, maar dat leg ik uit in mijn vlog. Oké. Dus op een gegeven moment hoor je... Hey! Dan denk je, wat gebeurt daar nou? Dat leg ik uit. Oh. Dat hoorde ik gisteren ook bij Milan in de kamer. Ja, nou, dit was wat anders. Maar Milan is alleen, dat weet ik ook niet. Huh? Is niet alleen. Maar was echt leuk. Milan is niet alleen. Kijk ze nou staan. Ja, Venetië is ook wel de stad van de liefde, hè? Mag ik wat zeggen? Weet je wel dat ik bijna dat shirt ook heb gekocht? Echt? Ja. Ja, wij waren eerder. Ja, maar ik was eerder. Want nee, maar jij hebt hem niet gekocht. Nee, maar ik zag hem, maar wij moesten naar die groep. Ja, maar man, ben je nou influencer of ben je influencer? Zo. Nou, wij doen er wat mee. Ja, wij hebben het gezien en gekocht. Ik ben nog niet weg, toch? Oh, ga je straks ook nog komen? Ik ben een vrouw en die kijkt en die kijkt en die kijkt en die dat kijkt. Dat is wel zo, ja. En die komt dan weer terug bij het eerste en koopt dat. Ja, dat is wel vaak zo, ja. Zagen en overwonnen. Ja. Hey. Veni, vidi, vici. Ja. Maar willen jullie nu de cadeautjes die ik heb gekocht? Ik heb een cadeautje van Milan en van mama. Willen jullie nu of later? Nu? Jij? Nu. Oké, dan doen we het later. Oh, jij bent zo stom. Ja, want ik hou wel een beetje van zo'n beetje plaatjes. Dan wil ik het later. Nee, nu werkt dat niet meer. Ik doe het in de tas. En jullie mogen niet in mijn tas komen. Want Sok de Poes houdt jullie in de gaten. Ja. Foto delen, maar nou is Milan. Wat? Hè? Influencer, man. En gewoon gisteravond hoorde ik gewoon geluiden en nu zit jij mijn broer te fotograferen zo op deze manier. Ik heb jou ook zo gefotografeerd, maar dat heb je weer niet gefilmd. We hoeven het niet te verbergen. Mijn god. Maar is de foto gelukt? Ja, dat weet ik niet. Ik ga hem even voor me editen. Film uit, man. Oké. Wat ga je doen met dat snotje die je net uit je neus haalde? Niks, ik had jeuk. Niks, hè? Ja, hoe? Zit hij kijk, dit. Daar kan je echt slecht tegen. Hoe kan dat?
dit bandje ineens om deze hand zit. Ik had hem om die. Dat heb je waarschijnlijk onbewust zelf gedaan. Dat is echt raar. Hier kan je echt slecht tegen. Dat vind je echt vervelend ook. Als ik doe wel dingen die jij vervelend vindt. Doe ik ook niet. Nee, dat is waar. Ik zal wel stoppen gewoon. Aha! Niet doen. Dat is echt vervelend. Nee, deze werkt helemaal niet meer. Oh, ik wou net zeggen. Dit hoort zo om te kloppen, hè? Nee, ik denk dat dit gewoon een hand... Hey, oh, dit zit vast. Gaat die open? Oh, nee. Nee. Maar dit zijn van die dingen zo van... Ush, ush, ush. Weet je wel, dat je dit zo vast kan pakken. Kom, en dan zo... Ja, dat ja. En dit is de bel. Daarom hebben ze nu deze. Oh, is dit echt de bel? Nee joh, dat is gewoon een knop. Dat doet het helemaal niet. Kijk, dit moet je schuiven volgens mij. Je probeert gewoon in te breken hier, lijkt erop. Nee, hey, zullen we nog even naar het water? Ja. Nou, ik vind dit echt een heel mooi stukje. Serieus. Dit is ook mooi hoor. Voor een foto, ja zeker. Ja, je hebt heel veel mooie plekken hier voor een foto. Echt, echt niet normaal, maar dit stukje is gewoon mooi, zo bij het water. Ja, vind je niet? Zeker. Ik vind het echt gaaf. Oh, als je hier kon vissen, zou ook wel vet geweest zijn. Ik zie geen vissen, dus ik denk echt niet dat het mag. Nee, dat weet, ik weet wel zeker dat het niet mag. Kijk, hier kan je gewoon naar beneden lopen een stukje. Zo. Wow, je kan... Oh, dit is mooi voor een foto ook. Dit is guy. Zo, ik schrok me de tering. Ik dacht al echt, ik trek dat soort mensen aan. Ik zei net tegen Jeremy, dat vind je niet fijn hè, dit. Hij zo wat. Ja, ik raak hem 1 seconde uit het oog en het doet raar. Ik wist ja. Oh, wat een timing, wat een timing. We gaan weer naar huis, we gaan terug en we halen nog even een lekker ijsje op. Oh. Hey, wat doe je? Dat is mijn ijsje. Dat is espresso, dat is koffie. Ja, en dat is geen koffie. Daaronder heb ik kokos. Lijkt me super lekker. Zo, dan gaan we naar buiten met het ijsje. Ciao. Dames en heren, we even met z'n allen proosten. Proost. 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 Ik heb wel een verzoekje net, hoor. Hoe moet dit? Ja. Hè? Met een verzoekje? Nou, wil jij even zo'n waterflesje voor mij kopen? Oh, echt? Daar mondkapje nog op. Ja, tuurlijk. We zijn dus op de weg terug en Myron die heeft iets gekocht hier bij deze winkel. Ja, en hetzelfde als je moeder. Superleuk. Alleen een andere kleur. Kijk. Ik vind deze echt heel vet. En ik zei het eigenlijk voor de grap, want ik zei tegen je moeder, kijk. Ik kan niet zonder koffie, Kijk hoe vet die is. Maar het is gewoon een shirt, maar ook een jurkje. Ja, ik vind hem echt heel gaaf. Ja, echt. Nice. En Irma heeft hem in het groen. Nice, man. Shit, nou doe je niet meer. Ja, maar dan gaan wij wel samen. Kijk, dan doe ik hem. snel. Ik zag wat er gebeurde, ja. Ja. Dat heb jij ook weer. Jeetje. Oh jeetje, dit is wel heel druk. Wow, dit is echt heel druk. Zo, dit is druk hè. Dit is echt heel druk. Dat is wel wat anders dan op de heenweg. Nou, de boot gaat er in ieder geval vandoor. Dat was het! Dames en heren, ja, we zijn nu nog officieel op Venetië, maar we gaan straks de brug over en dan is het finito. Is dat eindelijk een Italiaans woord wat ik zeg? Ja. Finito? Ja? Yes! Ik kom er wel. Uit mezelf, helemaal zelf bedacht. Yay! Lamborghini! Lamborghini Urus! Een zwarte. Oh, wat sick! Die is helemaal zwart. Gruwelijk! Maar hij komt uit, waar komt hij uit? Zwitserland, ja. Ja, hij komt uit Zwitserland, joh. Ga ernaast, snel.
Wauw, dit is super. Ja, hij is boos. Dat vind ik dan zo jammer. Ja. Ik denk, je hebt dezelfde auto, dat is heel zeldzaam. Geen connectie, hè? Nee, hij gaat ook gewoon hard rijden nog weer. Ja. Helaas. Ja, ik weet niet. Misschien, ja, weet ik niet. Ik ben gewoon nog steeds hyped. Als ik andere mensen zie met deze auto. Ja, vet hoor. Oh, we hebben samen Jeroen. Ja, hier. Hallo. Ja, hun doen wel leuk. Ja, zij doen wel zo. Ja, ja. Ja, ik rijd de hele tijd achter Milan aan. Kijk. Alleen, ja, Milan zag wel dat ik heel even achter die Jeroen aan wilde. Maar goed, wij gaan, we zijn onderweg naar een plekje waar we gaan eten. En we houden ons aardig goed aan de Italiaanse tijden. Het is op dit moment 7:30. En volgens mij moeten we nog iets van half uur, drie kwartier rijden. Ja, drie kwartier. We hebben net gekeken. Oké, en dan zijn we bij Verona. Uh-huh. En daar gaan wij eten, als het goed is, wat vroeger een kerk was. Maar dat is omgetoverd tot restaurant. Ja, ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Want ja, ik had het er vanmiddag nog over dat ik zo gek ben van kerken. Dat ik dat zo indrukwekkend, zo mooi vind. En om daar nu dan een soort van de dag af te sluiten en te gaan eten. Dat is wel heel erg mooi. Ja. We zijn aangekomen in Verona. En het is echt een prachtige plek. We hebben al een rondje gereden, ook net door het centrum. Omdat we een parkeerplek moesten vinden. En moet je nagaan, we konden niet parkeren in het centrum en het is nog geen eens zo druk. Dus laat staan in het hoogseizoen als het helemaal chaos is, dan moet je hem echt ver buiten de stad parkeren, denk ik. Maar goed, Milan's auto staat hier, die van mij staat daar beneden. En hier heb je een heel erg mooi stuk water. Het is ontzettend breed en het stroomt ook echt hard. Dus ja, de vraag is, gaan wij nu naar het restaurantje toe? Maar anders klik ik mijn hengel in elkaar en dan gooi ik hier naar beneden. Is dat een schildpad? Nee, hou op. Serieus, heb je wel eens een schildpad gevangen? Nu is je kans. Wat een lullo. Wow, zag je die dan fijn? De Afrikaanse alligator. Dit is echt serieus een prachtig plekje, dames en heren. Dit is echt sick. Ik ga hier even zo lekker oplopen. Wow. 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 Zo. Dit is wel sick hoor. Kling. Je zou nu maar je vlogcamera laten vallen en dan gewoon alle beelden kwijt zijn. Zo, dit is echt serieus super spannend om hier zo te lopen. Het is echt heel spannend. Yo! Wee! Zo. Het is echt niet normaal hoe spannend dit is. Serieus. Ik zit nu de hele tijd te denken van, oh, wat nou als ik mijn camera laat vallen in het water? Stroomt het ook zo in één keer weg? Maar oh, wat een prachtige locatie is dit. You are the sunshine in my life. Will you come over to my place at night? Dit is niet normaal. Kijk hierboven. Zie je dat? Al die vogels hier. Oh, je ziet het niet heel goed volgens mij. Er zijn echt heel veel vogels daar, maar ik denk dat je nog heel even weer moet opstijgen, dan zijn ze er weer. Ja, maar opstijgen? Wat hier gebeurde, dames en heren, ik deed mijn drone in de lucht. Zoals jullie net zagen, ik maakte echt een sick shot van hier onder de brug. En in één keer omhoog en het licht kwam over de hele stad heen van Verona. Wow, prachtig. Ik dacht, dit is het money shot, weet je wel. Dit is waarom je een drone hebt en waarom je gaat vliegen. En in één keer werd mijn drone aangevallen door 100 vogels. Dit was echt absurd, jongen. Ik ben serieus echt bang dat als ik nu weer met de drone omhoog ga, dat ze me allemaal terugkomen. Dit was gekkenhuis. Dat was niet normaal. Dat was bizar. Maar ik ga het toch proberen. Ik ga toch even met de drone omhoog. Ja, ik ga met die andere camera, met de zoomlens, ga ik proberen te volgen. En dan kijken of we het kunnen zien. Ja, er komen alweer heel veel vogels. Oh mijn god. Zien jullie dat? Oh my god. Zie je dat? Ja joh. Wow. Je moet hem terughalen. Je moet hem terughalen. Oh my god. Oh! Haal hem terug en zo. Wow! Dit is echt niet normaal hoeveel. Oh my god. Dit is absurd. Kijk dan hoeveel.
Oh my god, echt heel veel. Oh shit, oh shit. Kijk hoe dit eruit ziet. Oh my god, haal hem terug! Oh my god, Enzo, haal hem terug! Ik ben zwaluw. Ik ben zwaluw. Oh, kijk dan wat voor zwerm ik meeneem. Holy shit. Het is echt absurd. Dat is een heel terrein. Ja, dit is echt niet normaal. Yep, dat is gewoon hier. Ja, dicht. Ja, dat is dicht. Verdorie. Daar verderop, dames en heren, zien jullie dat balkonnetje? Dat is het balkonnetje van Romeo en Juliet. En daar kan je ook iets van borsten vasthouden of zo. Ja, dat is van de jurk daar. Kijk, daar had ik dus zoveel zin in. We moeten terug hoor, en zo. We moeten echt terug. We moeten hier nog een keer heen. Kijk hoe vet het is. Ze gaan hier overal op de muur schrijven. Huh? Oh, maar kijk dan wat ze hier verkopen. Ze verkopen hier slotjes. Sloten. Oh, hey, sloten of slotjes? Dan hadden wij samen een slotje kunnen kopen. En ja. Zijn liefde eindelijk kunnen vereeuwigen. Raak nooit meer mijn camera op die manier aan. Dat mag alleen ik. Hè? Huh? Hey, misschien borsten. Welkom, welkom, welkom. U maakt kans, u maakt kans. Ja. Draai eenmaal, draai tweemaal voor de helft van de prijs. Je maakt kans op. De golden ticket. De golden B. Ha. De bikini. Bikini. Wow, 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 wow. Dit is zo raar. Wat ik bedoelde met die borsten, wat je zeg maar kan vasthouden. Er staat dus een standbeeld. En dat standbeeld dat kan je vasthouden bij de borsten. Of tenminste bij één borst. En als je dan een foto maakt, of nou niet per se een foto, maar als je dat, zo'n borst van die vrouw vasthoudt, brengt dat geluk of zo. En aangezien zoveel mensen dat geloven en zoveel mensen dat doen, omdat hier heel veel toeristen komen, zijn de borsten van dat standbeeld gewoon helemaal goud geworden, omdat zoveel mensen die borst hebben aangeraakt. Ja, dat is een bijzonder borstval, hè? Dat is serieus. Dat is echt raar, maar dat is echt zo. Serieus, ik raak... Ah, hey, hallo. Ik wilde net vertellen dat ik jullie zo vaak kwijtraak. Omdat ik dan stop en dat ik mijn tas op de grond leg en dat ik dan beelden ga maken. En dan kijk ik en dan is in één keer iedereen verdwenen, maar... Nee, ik vergeef het jou elke keer. De rest is gewoon boos. Ja, soms is het wel Enzo, kom nou. Enzo, kom nou. Ja, maar Marjan die blijft altijd op me wachten. Ja, tuurlijk. Super lief. Ik wil je eigenlijk laten schrikken daar, maar het duurt het lang. Oh, oh, maar dit is ook weer een mooi stadje, hè, Verona? Oh, serieus? Ik baal echt... Dat de winkels dicht zijn. Ja, je hebt hier zulke gave winkels. Dit is echt super mooi. Echt alleen maar mooie winkels. We overal naar binnen. Klopt. Zullen we nog terugkomen hier? Ja, dit is echt wel een stadje dat als we nog tijd hebben om even terug te komen. Ja, maar gewoon einde van de middag hierheen en dan even shoppen nog 2 uurtjes. En dan eten. Ja, ja, dat lijkt me een heel goed plan. Oké, nice. Maar goed, we gaan nu echt eventjes doorlopen naar het plekje waar we dus gaan avondeten. Ik heb best wel trek. Hey, hoe laat is het nu? Kwart over negen. We moeten nog avond eten. Nou, vanmiddag hadden we ook lunch om 3:30 dus. Ja, dus ik heb ook nog niet dat ik zeg hoe we mee gaan trekken of zo. Maar goed, we gaan toch even op zoek naar eten. Ja. Het is zover. Eventjes kijken hoe laat het is. 10:15, dames en heren. Heerlijk. En we gaan avond eten. Hey, en dan, mijn pizza is toch nog echt super heet, dus daar kan ik nog niet aan beginnen. Dus mama, wil jij misschien je cadeautje van mij? Ja. Ja? En Milan ook? Oh, dat is die van vanmiddag. Van ja. Kijk mam, ik heb voor jou deze gekocht. Trek hier maar aan. Als herdenken, aandenken. Ja, dat vind ik lief. Van Venetië. Dat vind ik super lief. Er moest een gondel bij zitten zijn en zo, dus die zit erbij. Ja, omdat jij met Gert de gondel hebt gedaan. Ja. Nou, dat vind ik echt super lief. Ja? Ja, dat vind ik echt. Ja. Ja, een kleinigheidje. Oké, okay, dan mag je nu zeggen wat je er echt van vindt. Wat ben jij een lullo. Ik heb... Echt, ja? En ik heb voor Milan, heb ik ook eentje. Oké, okay, maar Milan is eerlijk, hè? Milan is heel eerlijk. Milan is altijd heel eerlijk. Maar hier. Eerlijk? Trek hier maar aan. Nee, dat is je zo. Dankjewel, allereerst. Je moet het gegeven paard niet in de bek kijken.
ben aan het trekken, maar het gaat niet. Ja. Heb je het gezien? Een masker. Hey! Oh, cool. En ook hier is weer een bewegend iets. Ik wil fietsen. Ja, wat cool. Dat je dat tegenkomt, hè? Oh ja, mama heeft alweer kapot laten vallen. Ik ben hem alweer kwijt. Hoe is ik wil fietsen in het Italiaans? Ja. Io. De bicycle. Pizza. Bicicletta. 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 Laat het even weten, alsjeblieft. Alsjeblieft. Laat het even weten in de reacties. Wat betekent ik wil fietsen in het Italiaans? Ik ben heel erg benieuwd. Nu ga ik lekker genieten van mijn quattro stazioni. En daar heb ik echt heel veel zin in, dus ga ik lekker smikken. Zo dames en heren, dat was het voor vandaag. We zijn weer terug op de camping. En ik ga nog een paar laatste dingetjes doen op de laptop. En dan ga ik lekker slapen. Vandaag een fantastische dag gehad. Aan de ene kant is het een beetje treurig om te zien dat er zo weinig mensen in Venetië zijn. Maar aan de andere kant was het natuurlijk perfect voor ons. Zodat we gewoon alles op ons gemakje konden kijken. En gewoon prachtige foto's en films hebben kunnen maken. Dus hopelijk hebben jullie genoten van de mooie beelden. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!